Hallo. Hallo. Hé, hey, hey, kom mee naast me. Hé, hey, hey, kom erbij. Ah. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Mats. Mats, ik ben Fran. Hallo, ik ben Adelina. Adelina, mooi ja. naam. Dank je wel. Ik ben Fran, wie zijn jullie? Ja, ik ben Jamie. En ik ben Sandro. Sandro. Ja. En van waar kom jij? Kom jij ook hier uit België? Ik kom uit België, ja. Okay. Ja, ja. En wat doe je voor werk? Ik ben student. Ah, je bent een student. Ja. Oei. Ja. Misschien is geen goede eerste indruk, hè? Ja, jongens zie je niet vaak zo. Ah. Ja. Ja. En hoe oud ben jij? Ik ben 22 jaar oud. Zou je het zeggen? Nee. Zou je denken dat ik ouder ben? Nee, ik denk dat je jonger bent. Jonger? Ja. Oké. Okay. Hoe oud zou je me geschat hebben? 20, denk ik. 20. Ja. Ja. Ik ben niet goed in leeftijd schatten. Nee. Hoe oud ben jij? Ik ben 11. Ah. Amai. Zo jong nog. Jij? Yeah. Ik ben 12. Ja. Gisteren bij Virtual Scott Island, dat was Kiki Boops. En ja, die kon wel goed zingen. Maar ja, dat was ook een jongen en die was omgetoverd door een meisje en dat vond ik wel wat raar. Ja, vind je mij ook raar? Nee. Nee? Nee. Dus je vindt mij normaal? Ja. Je zei hoe je bent, hè? Allee, ja. Ja, dat is leuk. Ben je transgender? Nee, ik ben geen transgender. Waarom okay. heb je dan al deze kleding aan? Goeie vraag. Moet jij het misschien? Ben je een travestiet? Ja, maar ik noem het zelf een drag queen. Ah. Waarom doe je dit? Ik ben een drag queen omdat ik er graag heel goed uitzie. En ik vind dat je als jongen dat moeilijk kan doen. Om zo er heel over de top uit te zien. Ik doe heel vaak performances. Ik doe presentaties als drag queen. Dus ja, ik vind dat super tof. En wat vinden jullie van mijn outfit vandaag? Ik vind het een mooie outfit. Vind je het een mooie outfit? Ja. Wat vind je van het haar? Heel vurig. Heel vurig? Ja, ik vind het heel vurig. Ja. Beetje Natalia, hè? Ja, dat is haar. Ja, ik vind het een beetje overdreven. Mijn haar? Ja, dat is zo rood en paars en allemaal kleuren. Dat is een beetje druk. Ja, druk. Maar in het leven moet je een beetje druk zijn, hè? Niet? Zou je altijd maar zwart aan doen? Ik weet niet, misschien. Ik zou dat niet doen. Ik hou van kleurtjes. Vind jij het ja, mooi? Ja, ik vind het wel mooi. De combinaties ook? Ja, ik vond het wel zo. Ja. Zou je het zelf aan doen? Zelf denk ik niet, omdat het niet mooi bij mij past. Doe je dat, zou je omtoveren alleen gewoon als je het wil? Of loop je, of doe je dat gewoon soms als je gewoon thuis bent? Ik doe het zeker enkel als ik het wil. Maar hoe ik het wil, ja, dat hangt van verschillende dingen af. Oftewel heb ik een opdracht waarvoor ik het moet doen. Oftewel heb ik er gewoon eens een keer keiveel goesting in. Dat ik denk van, oh, ik ben zo creatief vandaag. Dus dan begin ik te schilderen en dan begin ik een look samen te stellen. En dan, ja, dat is tof, hè, om jezelf een beetje mooi te maken. Heel veel meisjes hebben dat gevoel bijna dagelijks, als ze zo beginnen schminken. Maar dat hoeft ook niet, hè, je eigen elke dag schminken. Ik doe het sowieso graag, want anders zou ik het niet doen. Doe je dat op feestjes of doe je dat op andere dingen? Allee, of... Op feestjes? Ja, op familiefeestjes natuurlijk niet. Familie zou nog wel naar kijken, denk ik. Nee. Ik doe dat wel in het uitgaan soms. Hè? Als ik ga feesten, doe ik het wel. Ja. Wel, ik zag ooit dat er een jongen was. Die was toch nog vrij jong. Ik denk echt iets in de 10 of 11 of 12. En die was ook een drag queen. En die deed dan heel veel cosplays en van die dingen. Maar ook, ja, ik denk dat hij ook echt alleen cosplays deed. Ja. Maar ze ook als een vrouw en ook als een man. Mm. Maar ja, cosplay is een beetje drag, hè? Ja, een beetje. Maar die deed het dan ook echt. Echt, ja. En waarom heb je eigenlijk gekozen voor drag queen te zijn? Oh, dat is een goede vraag.
Ik ben een drag queen geworden omdat ik ooit eens een film heb gezien. Nee, dat is niet waar. Ik heb ooit eens een tv-programma gezien. En in dat tv-programma werden mensen altijd uitgedaagd om iets compleet buiten hun comfortzone te doen. Ah, ja. En ik was toen zelf nog heel jong. En het ging over een brandweerman. En zijn uitdaging was om mee te doen als aan mistravestie België. Ah. Mm. En toen heb ik voor de eerste keer dat ik nu nog kan herinneren een drag queen op tv gezien. En ja, ik vond dat zo geweldig. Ik vond dat zo mooi. Dat ik dacht van, dat wil ik doen. Ah ja, dus zo ben je op het idee gekomen. Ja. Wanneer doe je dat eigenlijk? Is dat in het dagelijks leven of gewoon voor performances? Nee, ik doe dat enkel voor performances. In het dagelijks leven heb ik daar niet de tijd voor. Hoe lang duurt dat dan? Deze hele outfit heeft 3 uur geduurd. Dat duurt wel even, hè? Want we zijn wel serieus bezig, hè? Stel je voor dat je dat elke ochtend moet doen. Ja. 3 uur klaarmaken. Die bolletjes hier zo zijn wel cool gemaakt. Dank u. Is dat met gewone lijm of is dat... Of is dat... Dat zijn crea-stickers. En ik heb die dan op mijn wenkbrauw gedaan. Vind je ze mooi? Ja. Trekt dat dan je wenkbrauwhaar niet uit? Of... Nee. Maar mijn wenkbrauwen zijn 3 lagen onder mijn schmink. Dus... Oh, ja. Oké. Okay. Ja. En wat vinden mensen daarvan dat je drag queen bent? De mensen reageren allemaal, bijna allemaal, heel positief. Sommigen zeiden zelfs dat ik er beter uitzag als vrouw. Daar kon ik eigenlijk niet meer lachen, maar... Nu wel, natuurlijk. En ben jij daar ooit door gepest geweest of zo? Ben ik ooit gepest geweest? Ik ben ooit wel gepest geweest, maar niet door dit, zou ik zeggen. Nee. In het middelbaar... waren er mensen die dat wel probeerden, maar het is daar gewoon geen hol van aantrekken. Ja, dat is waar. En gewoon je ding doen, jezelf geloven, voor jezelf opkomen. Ja. En dan stopt dat ook gewoon. En vind jij het belangrijk om meisjeskleren aan te doen? Of zou je, als je zou denken van, ah, die jongenstrui is kei mooi, die zit kei comfortabel, zou je die dan kopen? Nee. Nee? Nee. Nooit? Meestal gewoon omdat het ook niet comfortabel zit, denk ik. Dat weet ik niet. Maar allee, zo, nee. En wat vind jij zelf van dat? Van die commentaar dat soms een beetje overdreven is? Zeg me er allemaal niet zoveel van aan. Ik heb mijn ouder worden leert je van trek je niet te hard aan wat andere mensen zeggen. Doe gewoon je ding, zolang dat je niemand anders kwaad doet en jezelf gelukkig bent. Ja. Ga je gang. De gouden tip. Mm-hmm. Ja. Heb je een vriend of vriendin? Nee. Hm. Zijn dat echte nagels? Nee. Het zijn nepnagels die je kunt vinden. Zijn het mooi? Ja. Dankjewel. Hm. Maar zou je later een vriendin of een vriend willen hebben? Ik heb al heel veel vriendjes gehad. Dus het is nu gewoon eventjes stiller in mijn leven. Mm-hmm. En ja, natuurlijk wil ik ook terug graag een vriendje. Maar dat duurt even. Dank u dat wij vragen mochten stellen. Dat is niks. Het was fijn om jou te zien. Fijn om jullie te zien. Ja. Allee, dada. Salutjes. Ik ga een handje nemen. Dag. Dada. Dag. Salutjes. Salut, dada. Dag.